Goedemorgen, het is donderdag en wij zijn wakker. Ik breng Foefje zo naar zijn kantoor. Dan ga ik naar huis, ga ik heel eventjes hier werken. En dan moet ik om ongeveer 11:30 in Amsterdam zijn. Dus ik heb niet heel veel tijd. Maar ik heb vooruit zitten werken. En dan ga ik naar een stuk of 8 afspraken vandaag. Best wel een heftig dagje, maar wel een hele leuke. Ik heb er heel erg zin in. Dit is wat ik aan heb vandaag. Mijn gele jurk, dit tasje. En deze slippers waarschijnlijk. Moet ik zo even kijken. En het outfit wordt heel erg warm vandaag. Kijk hoe ik met mijn haar doe. Oké, ik heb mijn haar ietsje wilder gedaan. Ik doe nog net wimpers op, maar ik moet Foef naar zijn werk nu brengen. En ja, dat doe ik straks wel. Ik krijg soms wel eens hele lieve comments over mijn jurk. En ook dat mensen zeggen, wow, ga je hem elke dag dragen nu het zomer is en zo. Ja. Wie het nog niet weet, deze jurk heb ik dus zelf ontworpen. En wat je misschien niet weet, is dat er eigenlijk 8 jurken zijn. Dus ik heb er 8. 4 korte, 4 lange. En als ik kijk naar hoe ik in de zomer normaal ben, heb ik een jurk of ja, iets van 5 jurkjes of zo die ik elke dag draag. En nu zijn het er 8. En hoe freaking awesome is het dat ik hem zelf ontworpen heb en dat hij in iets van 500 winkels te koop is. I mean, dat is iets waar ik echt super, super trots op ben. En ik ga hem gewoon elke dag dragen. I mean, het zou stom zijn om dat niet te doen, toch? Een soort van weird bescheidenheid. Waar dat eigenlijk alsof je niet trots bent op je eigen kledingstuk. Maar dat moet natuurlijk iedereen zelf weten. Ik weet wat jij zou doen in zo'n situatie. Maar ik draag hem met heel veel trots elke dag. Ik heb Foefje net afgezet op zijn werk. En nu ga ik terug naar huis. Dingetje, ik kan hem niet ophalen vandaag. Omdat mijn laatste afspraak is om 5 uur. En eer ik klaar ben, zal het wel 6 uur of 7 zoiets zijn. Dan moet ik nog terug naar Den Haag. Dus ja, lange dag, maar ik heb er zin in. En het wordt heel warm vandaag. Het wordt in de 20 graden en morgen wordt het in de 30 graden. Oh. Ik ben weer thuis. Ik ga heel even werken. Mijn zaterdag tutorial, laatste dingetje inspreken, editen. En dan moet ik alleen nog een middagartikel maken. Ik kan vooruit werken, maar ik denk dat ik het niet ga redden, zeg maar, qua tijd. Ik moet zo weg. Ik had er gisteren ook met Anne over. Ik ben echt een beetje geobsedeerd door tijden bijhouden. Ik had dat ook in mijn boek geschreven, weet je wel, dat je moet bijhouden hoe lang je alles doet en zo. Ik doe dat echt tot in het obsessieve. En ik wil een keertje een dag bij gaan houden waar ik aan denk. Gewoon elke seconde ongeveer daaraan. Dan kan je een beetje voor jezelf nagaan waar je mee bezig had in je hoofd. En vandaag is echt zo'n dag dat ik zeg maar obsessief, omdat ik zoveel afspraken in Amsterdam heb, ben ik obsessief alles aan het aftikken. Wat ik moet doen, wat ik moet meenemen, hoe laat, hoeveel minuten, hoeveel seconden. Herkent iemand dit? Het is echt gewoon, ik ben geobsedeerd door de tijd. Ik loop even naar de slaapkamer en kijk wat ik zie. Ze liggen gewoon samen op bed. Liggen jullie bij elkaar te slapen, jongens? Die blikken. Ik wou dat ik een katten-expert was die kon zeggen wat dit nu inhoudt. Dat ze zo liggen. Zonder wat voor. Er is geen voordeel hieraan dat ze hier allebei liggen. Gewoon zero. Vinden ze elkaar dan wel lief? Of is het soort van een, uit respect? Of is het. Het is wel een lekker plek hier nu. Lekker cool. Ze kijken elkaar niet. Nee, ja, Manies kijkt hem wel aan. Oh. Ik heb iets nieuws bedacht. Ik draag allemaal extra spullen mee in deze zak. En die laat ik in de auto. En dit zijn hele random spullen. Zoals ja, een deo en zo. En ik ga dat niet meer in mijn handtas doen. In mijn handtas heb ik echt alleen de essentials. Zoals de vlogcamera en zo. En de rest laat ik in de vroom. Het zijn ook geen waardevolle spullen of zo. Maar meer gewoon zware spullen. Oep, oep, dak open. Oké, de eerste plek waar we heen gaan is social. Daar heb ik 1 afspraak. Nog een afspraak en daarna ga ik door. Ik heb zojuist 2 meetings gehad en het is nu 2:15. Dan ga ik er zo vandoor. Ja, ja. Volgende afspraak, mooi PR, waar ik mijn sieraden ga terugbrengen. Die ik geleend had voor de party. De pretty, pretty, pretty sieraden. Ben er bijna. Oké, mooi PR geweest. Op naar de Talkies Terrace Awards. Hoe laat is het? Ongeveer 2:30 begint het. Meestal komen rond 3. Dus we zijn ruim op tijd. Ik ben daar bij het Hilton hier bij de Apollolaan. En dit schijnt dus het terras van het jaar te zijn. Ze hebben de award dus gewonnen. En dit is altijd best wel een chique bedoeling. Hella komt ook zo. Ik heb haar ticket, maar ik ga alvast. Hallo! Hallo! Prachtig uit! Dankjewel, jij ook. We zijn best wel een soort plekker zo met je kleurtjes naast elkaar. Kunnen we goed hebben. En kijk hoe leuk. Kijk eens wat de modellen aan hebben. Oh, mooi. Hallo. Wat heb je outfit laten zien? So pretty. Mooi.
We zijn er. Dit is het. Het is nog rustig. Het is heel chic hier. Hela! Laat je nieuwe tas even zien. Zo. In de aanbieding. Oeh, echt waar? Ja. Ja, 30%. Wauw. Snel door naar Jelly's presentatie. We hebben een kwartier voordat hij zo begint. Of althans, voordat we gaan uitreiken. We zijn een parkeergarage ingekomen met een lift. Ik heb geen idee hoe dit werkt. Ik vind het eigenlijk een beetje eng. Ik moet nu met mijn auto hierin gaan rijden. Als de lift weer terug is. En creepy. Ik sta nu in de lift. Oh, daar gaan we. Moet je kijken. Ik sta gewoon in een hokje met mijn auto. Ik heb op kelder gedrukt. Ik ben er. Oh, ik moet naar achter. Ik moet naar achter. We zijn er bij Jelly. Ja. Kijk, we zijn bij... Moet je kijken. Hoe toevallig. Zelfde nagellak. Twins. Ja! Kijk hoe mooi Jel eruit ziet! Kijk nou! Wow. En heel erg pijn aan mijn voeten. Ja, dat zie ik! Oh my god, nu ben ik er achteruit ingegaan. Wauw! Terug naar social for a meeting weer! Oeh, rennen, vliegen, maar het is zo lekker weer. I don't care, het is hartstikke leuk allemaal. En ik ben weer bij social op kantoor. Nee, ik ben klaar! Ik ben dat Basje, ben ik je wel? Toen was ik in gesprek, ja. Ja. Maar. Goed? Maar goed, maar goed. Maar oké. Okay. Maar. Ga je het doen of niet? Oké, ik ben klaar bij social. Laatste meeting gehad. Het is 7:05. Ik ben denk ik rond 8 thuis. Ah, lekker zo meteen chillen met het weer. Ik ben thuis. Het is ongeveer 8:00. Ik ben in de flat. Yeah. Ik ben thuis. Foefje heeft gekookt. Oh jee. Yeah. Chef kok Foef, wat hebben we vandaag op het menu? Een vegetarische hamburger. Ja. Met barbecue saus. Met barbecue saus, ja. Heel speciaal gebakken in de overblijfselen van het vorige gerecht dat ik had gemaakt. Wat, de burger? Nee. Oh zo, oké, okay, ja. En dat is? En dat is broccoli met kiwi en heel veel. Laten we het proberen. Ja, top. Oh. I know. Dit ziet er zo goed uit van Food Gloss. Ik ga nu de pindakaas en de appelstroop vormen. En dat kun je op twee manieren doen. Dat kan in een pannetje of in een magnetron. Zorg in ieder geval voor... This is how we watch Food Gloss. Ik wil het nu. Door de bar. Kijk. Helemaal zacht en dan kun je het allemaal goed mee. Oh my god. Kijk hoe dit eruit ziet. Heerlijk. Ik ben helemaal klaar, dus ik kan gaan. Neem hap. Hap, hap, hap. Go Francis. Proef die vijgen, de appelstroop proef ik terug. Ik wil het. Ik wil even verte die pindakaas. Oh. Ik hou dus echt helemaal niet van Red Velvet normaal. Alleen als het echt heel goed is gemaakt in de situatie. Laatst vond je het lekker. Ja, laatst was het heel lekker. Ja, mijn bruiloft was echt heel goed gemaakt. Oh, kijk nou! Super. Heel erg. Heel erg lekker. Ik wil het heel graag. Dat in het pannetje. Dus deze jelly. Willen jullie een ASMR moment zien? Komt ie. Dit. En nu lost zo ASMR. Dit is jelly met fruit video. Vrij snel. Ik heb het vuur. Foefje is nu Francis aan het appen over haar genius gember manier die ze hier laat zien. Het is helemaal... Het is echt belachelijk. Vind het zo leuk allemaal. We zijn een Food Gloss binge watching marathon aan het houden. In principe werkt deze manier ook wel prima. Foef wil dit. Ja, heel graag. We zitten dus gewoon Food Gloss filmpjes te kijken en in één keer horen we bang heel hard in de vaatwasser. Het was meer, ik vond het meer een plop. Plop! Wel hard, maar... Wat zou het zijn? Check, hij is ook echt gestopt. Het is gewoon een vaatwasser die stuk is, denk ik. Zie je iets? Ja? Wat? Nee, wat is er? De vaatwasser zelf is kapot. Hij is uit. Ja, hij is kapot. Oh, nou ja. Stupid vaatwasser. Altijd iets met die vaatwasser. Ja, het is klaar. Wauw. Slow clap voor de vaatwasser. Dit is echt heel cute.
Ik weet niet wat ze vandaag hebben, maar... Sister. Ja, dat gaat straks weer te ver en wordt ze gek. Kijk, dat is schattig doen. Kijk, dan probeert hij er voorzichtig aan te raken. Het is middernacht en wij gaan lekker slapen. Wel te rusten. Het was een lekker lange dag, maar wel heel leuk. En ik ga nu heerlijk slapen. Wel te rusten. Ik zie jullie morgen weer. Bedankt voor het kijken. Doei. Oh, kijk eens hoe zielig het knuffeltje ligt. Sad. Oh. En de, Piet. Ja, nee. Piet gewoon. En kots. En ei. En duikjes. We hebben hem net opgenomen, Anne.